Ja, de Medemblik Regatta is het topsportzeilevenement in Medemblik elk jaar weer. Het wordt gehouden van dinsdag 21 mei tot en met zaterdag 25 mei. Het is natuurlijk de zeilsport, maar daaronder verstaan we ook windsurfen. En we doen dit jaar daarin ook wat nieuwe varianten. We gaan foiling windsurfen. Dat betekent dat je eigenlijk vliegt boven het water. En op zaterdag doen we ook een demonstratie kitesurfen. Het team Medemblik ondersteunt ons in de organisatie. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. En daarnaast speelt team Medemblik ook een belangrijke rol in de lokale uitrol van het evenement. Ja, we hebben weer een zeer gevarieerd deelnemersveld met deelnemers uit meer dan 25 verschillende landen. En we hebben ook weer echt de wereldtop aan de start. Zo zijn Olympisch kampioen Dorian van Rijsselberg is aanwezig, maar ook wereldkampioen Lilian de Geus, beide windsurfers, die terug naar Medemblik komen om hier te laten zien wat ze kunnen. De internationale zeilers komen graag naar Medemblik om zich hier ook voor te bereiden op hun campagne voor de Olympische Spelen volgend jaar. Nou, we zijn heel blij dat we dit jaar samen zijn gegaan met het vroegere Medemblik Nautiek, wat nu verder gaat onder Medemblik Regatta Nautiek Festival. Daarvan zullen alle hele leuke dingen nog weer terug te zien zijn. Maar we gaan het ook uitbreiden. Dus het is en op de Voorhoever en in de Oosterhaven waar het vroeger ook altijd was. En je kan daar van alles doen. Het heeft te maken met sport, cultuur, maar ook lifestyle. We hebben zelfs een reuzenrad, dus het wordt hartstikke leuk. Medemblik Regatta Nautiek Festival is voor iedereen, van jong tot oud. Er is voor iedereen wat te doen. Dus kom vooral in de week van dinsdag 21 mei tot en met zaterdag 25 mei kijken op de Voorhoever of in de Oosterhaven. En op vrijdagmiddag en op zaterdag vaart er ook een veerpontje tussen deze twee locaties. Dus kom vooral kijken wat er allemaal te doen is. Doe vooral lekker mee. En geniet van al het leuks wat in Medemblik te doen is.